Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut, waarbij de focus gelegd wordt op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij voor u in focus. Het garnizoenspad wordt gerehabiliteerd. Schoon drinkwater, een recht van elke burger. Vraagstukken occupatie en gronduitgifte hebben aandacht RGB. Binnenkort onderwijsdialoog en problemen op het NATIN hebben aandacht van minister Verrier. De situatie die zich momenteel voordoet op het Natuurtechnisch Instituut, het NATIN, waarbij onder andere tot 10 uur 's morgens les wordt gegeven aan studenten, heeft de volle aandacht van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Momenteel is de leiding van het instituut en het ministerie in dialoog om te komen tot een oplossing. De minister reageerde in DNA hierop als volgt. Het gesprek met de leiding van NATIN is nu gaande. Maar wij hebben een bepaalde aanpak van zaken. Je hoort niet naar één partij. Je kijkt naar de dingen in hun context van, en met name nu, het beroepsonderwijs. En er is veel meer aan de hand. En ik begrijp de onvrede van de leerkrachten. Maar het is niet iets wat je direct gaat oplossen. Je moet weten wat speelt er precies. Hoe lang speelt het? Er zijn dingen die ook al heel lang gaande zijn, omdat binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur decennia lang mensen op posten zitten die zich bepaalde beleidsmaatregelen hebben toegeëigend, die nu doorbroken moeten worden. En dat is een heel serieuze kwestie. En ik ben geen minister die ad hoc zaken doet. Je moet een goed beeld krijgen van wat speelt er. Je moet alle partijen horen voordat je tot een oplossing kan komen. Goed. En ik begrijp de consternatie van de mensen, omdat nu ook de bond zich ermee is gaan bemoeien. In een tijd dat de leiding van NATIN niet eens aanwezig was. Dus nogmaals, geeft u me de ruimte. Het is niet zo dat we problemen negeren. Maar we zijn ook met andere dingen bezig die nu op de voorgrond staan. We zoeken zaken uit. In de Nationale Assemblée zijn er tijdens de openbare vergadering vragen gesteld over diverse gevallen van occupatie. Recentelijk nog verscheen in het nieuws de situatie te Sunny Point, waarbij burgers op een stuk eigendomsgrond van een verkavelaar zonder toestemming hebben gebouwd. Daarnaast speelt zich ook een geval af in het district Kommewijnen, waar er veel vragen over zijn gesteld. Minister Roline Samsoedien van RGB geeft duidelijkheid over beide kwesties. Met betrekking tot Sunny Point, we hebben daar een probleem dat de mensen nagelvast hebben gebouwd. Betekent dat ze gestort hebben en huizen hebben gebouwd zonder dat ze een titel op de grond hebben. U begrijpt dat dat terrein een eigendom is van die verkavelaar. De overheid kan hooguit bemiddelen. De verkavelaar is bereid om de terreinen te verkopen aan de mensen. Daar kan de overheid niets aan doen. Als wij de mensen daar willen laten wonen, betekent dat dat de overheid dat terrein van die verkavelaar moet kopen. En de verkavelaar wil vooralsnog geen compensatie in terrein hebben, maar contant en liefst in euro. En u begrijpt dat wij dat geld niet hebben. De overheid heeft dat geld niet. Nu is er, als ik even door mag gaan, nu is er met de verkavelaar afgesproken dat zij een inventaris hebben gehouden onder de mensen. En het wordt hier een heel ander verhaal verteld, want die desbetreffende verkavelaar heeft met de mensen afgesproken dat zij in de gelegenheid worden gesteld om het terrein te kopen. Er is zelfs een financieringsmodel uitgewerkt met ze. En de mensen gaan de terreinen kopen.
voor de mensen die niet nagelvast hebben gebouwd, die moeten dan een andere aanvraag indienen bij RGB. En u begrijpt, ik heb zoveel duizenden mensen die reeds een aanvraag daar in het systeem hebben. Voor die mensen moet ik ook een terrein ter beschikking stellen. En als dit erbij komt, willen we natuurlijk ook kijken hoe we ze moeten faciliteren. Maar ik heb niet pasklaar een kavel gezegd, ga maar daar aan de Drambrandesgracht of waar om een huis te bouwen. Dat heb ik op het ogenblik niet. Dus we zijn nog in overleg met de verkavelaar. Bekijken hoe ver hij komt. Hij heeft me nog geen update gegeven hoeveel mensen wel daar gaan blijven wonen. Hij heeft inmiddels zijn wegen aangelegd. En de kaart moet aangepast worden omdat de mensen kriskras hebben gebouwd. Dat is ook een ander probleem. Ten aanzien van Amsterdam kan ik u zeggen dat terrein van 5 hectare verkocht is door cultuurmaatschappij Marienburg aan een verkavelaar. Dus het is zijn eigendom en hij wilde toen de mensen daar ontruimen. De overheid heeft toen in 2014 dat terrein gekocht. En toen het kwam om de registratie, dat de mensen daar geregistreerd moesten worden, 50 gezinnen. Toen bleek dat er inmiddels 70 gezinnen zich daar gevestigd hadden. Dus daar klopt die kaart ook niet meer. Ik ben nog niet helemaal eruit. De afdeling geodesie van mijn ministerie is bezig om die kaart dan uit te werken. Om dan een nieuwe kaart voor OW te sturen ter goedkeuring. En pas daarna kunnen wij de mensen dan een beschikking uitreiken. Dus dat betekent dat de overheid op zich heeft genomen om voor de burgers te bemiddelen. Dat is prettig te horen. En dat er financieringsmogelijkheden worden geschapen voor de mensen om te kopen. Dat is ook prettig om te horen. En er zullen altijd gevallen tussen zijn waar je dan speciale oplossingen voor moet vinden. Het is echter een heel belangrijke zaak dat burgers gaan begrijpen dat je mensen hun grond niet mag occuperen, strafbaar. Hè? En we weten dat regeringen het vaak laten het liggen, waardoor het dan een sociaal probleem wordt. En daarom ben ik blij dat de regering daar wel naar kijkt. Maar het is wel belangrijk dat mensen niet de indruk krijgen dat je kan gaan occuperen en daarna moet de overheid je die grond geven. Want dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. U weet zelf hoeveel mensen hier komen staan bij DNA. Ze hebben verschrikkelijke woningnood. Echt verschrikkelijk. Maar ze hebben geen grond geoccupeerd. Dus ik ben blij dat de overheid dat doet. Maar tegelijkertijd vraag ik ook aan de overheid, waarom wordt het een sociaal probleem? Het wordt een sociaal probleem omdat regeringen op regeringen de mensen die gaan occuperen gewoon laten. En dan wonen de mensen 10 jaar daar of 15 jaar daar. En dan is het inderdaad een sociaal probleem geworden waar de regering een oplossing voor moet vinden. Dus ik ben ook eens dat de regering dat doet. Maar alsjeblieft laten we nieuwe occupaties voorkomen. Dat kan op 2 manieren. Eén is natuurlijk door op regelmatige basis te zorgen dat mensen aan huisvesting kunnen komen. En de andere is dat we wel vragen dat er natuurlijk gereageerd wordt op het beroep van mensen die grond hebben. Wanneer mensen hun grond komen occuperen, de politie haar werk ook doet. Want anders blijf je dweilen met de kraan open. En de mensen komen dan in problemen. Je voelt het voor ze, je wil ze helpen, maar het is vanaf het begin fout gegaan. En we hebben wel gewaarschuwd in het begin. Beste kijkers, een van de activiteiten die nu gaande is in ons land is het asfalteren van het garnizoenspad. We praten met de heer Ramkisoen die ons alles vertelt over dit project, wanneer het is begonnen, wanneer ze het gaan opleveren en hoe het verloopt. Dit project is gestart in 2013. En heeft 2 belangrijke onderbrekingen gehad. En nu, sinds mei, zijn de werkzaamheden weer gestart. En we hopen op dezelfde tempo door te kunnen gaan. En dan de wegstrekking Mongshoop-Henri Fernandesweg af te kunnen ronden.
U zei met hetzelfde tempo door te kunnen gaan. Hoe zit het met de weersomstandigheden? Ook tijdens de weersomstandigheden zijn er natuurlijk minder activiteiten, maar dan zijn er andersoortige werkzaamheden. Nu is het weer een beetje droog, vandaag helaas niet, maar het is afhankelijk van weer. Maar er zijn verschillende werkzaamheden, omdat die hele weg wordt verbreed. De fundering moet worden aangepakt, er wordt een cementstabilisatie aangelegd. En er komt een steenslaglaag eroverheen en dan komen er twee lagen asfalt overheen. Dus het zijn voldoende werkzaamheden die op andere tijden kunnen geschieden. En in de droger periode gaat het natuurlijk veel sneller. Hoe gaan jullie om met het verkeer wanneer er gewerkt wordt? Die worden door de aannemer, heeft zo'n ploeg met walkie-talkies en vlaggen. Die regelen dan het verkeer zodat er altijd één baan is om te kunnen rijden. Nu zijn we bezig tot ongeveer de vijfde rijweg, die kruising van de vijfde rijweg. Is er een vervolgtraject hierna? Wel, het project loopt van Mongsoop tot naar Henry Fernandesweg. Dus vijfde rijweg is een tussenstop. Okay. Daar moeten we nog dus helemaal de weg aanpakken. De utiliteitsbedrijven, dus de waterleiding, Telesuur en EBS, zijn of bezig geweest of zijn nog bezig om in het tracé voorkomende kabels, leidingen en elektrische palen te verplaatsen. Zodra dat gedaan is, dan wordt de weg opengebroken en dan wordt weer de hele weg aangelegd. En dat zal dus tot de Henry Fernandesweg zijn? Ja. Hoe lang denkt u dat dat project zal duren? Voor de strekking van dat gedeelte van vijfde rijweg is opgedeeld in twee gedeeltes. Dan voor het ene deel is er 30 maanden uitgetrokken. Daar moeten we dus nog goed starten. Dus als u 30 maanden optelt bij waar we nu leven, dan ziet u waar we uitkomen. Het andere gedeelte van vijfde rijweg naar Opkar, dat is voor 18 maanden. En we hopen dat dat binnen redelijke termijn ook kan geschieden. We hebben al nu een achterstand vanwege die kabels en leidingen die verplaatst moesten worden. Maar laten we zeggen, altijd hopen dat het iets vlotter kan gaan. Welke boodschap heeft u voor de buurtbewoners en de mensen die deelnemen aan het verkeer en gebruik maken van deze weg? Oh, deelnemers moeten altijd voorzichtig rijden. Een beetje defensief. Goed opletten wat er voor je gebeurt en achter je gebeurt. En je houdt aan de verkeersregels, dan is er niks aan de hand. En de buurtbewoners vragen om begrip. Dat wanneer we werken, er wel degelijk overlast van zal zijn van een weg die gereconstrueerd wordt midden in een bewoonde gebieden. Dat ze een beetje geduld op brengen, een beetje begrip hebben dat hun weg over korte tijd naar een mooiere weg en een mooiere omgeving zal leiden. Hoe belangrijk is een geasfalteerde weg voor de gemeenschap? Wel, deze wegstrekking maakt deel uit van de Oost-West-verbinding. En in principe is de Oost-West-verbinding die loopt van Albina naar Nikeri, onze hoofdslagader voor alle transporten in het hele land. Dus het is de meest belangrijke weg van Suriname, of een van de meest belangrijke wegen van Suriname. Wat willen wij met ons onderwijs en waar willen wij naartoe met ons onderwijs? Allemaal vragen die gesteld kunnen en beantwoord zullen worden tijdens de onderwijsdialoog welke in de maand maart wordt georganiseerd. De onderwijsminister hierover. Wat willen we met ons onderwijs? Waar willen we naartoe? Ja. Hoe gaan we die mensen, die jonge mensen vormen, zodat dat wat we ze aanbieden relevant is? Dat het kwalitatief goed is en dat ze daarmee zekerheden kunnen krijgen voor de toekomst. In dat verband hebben we dus gepland een onderwijsdialoog. En dat zal al zijn volgende maand, eind volgende maand. Het hangt een beetje af van de begrotingsbehandeling.
zodat we met z'n allen bewust kunnen worden van 1. Het moet anders. Want we leven nu in de 21ste eeuw. Technologie heeft een hele andere plaats dan vroeger. Het beroepsonderwijs heeft een hele andere plaats dan vroeger. Dus we moeten zaken anders aanpakken. De genderverdeling. En weet je, je ziet het ook al als je een school bezoekt, een lagere school. Neem de tweede, derde klas, dan is het nog 50-50. En dan kom je in de vijfde, zesde klas en dan zijn er ineens veel minder jongens. Ja, en dan was ik pas laatst op Albina. En in de zesde klas zaten er 2 jongens en de rest waren meisjes. En dan denk ik van, wat gebeurt er met onze jongens? Wanneer vallen ze uit? Waardoor vallen ze uit? En hoe ga je dat voorkomen? Nou, een van de dingen is, heeft te maken met de intergebieden. Want ons onderwijs boeit niet. Het is saai. Kinderen van 6 en 7 jaar willen eigenlijk niet meer naar school, want die uitdaging is er niet. En het zijn dingen, weet je, je praat met eentje van 7 jaar en ik zeg van, hoe vind je het op school? Helemaal niet leuk. Ik zeg, maar hoe denk jij, 7 jaar, dat de school zou moeten zijn? En dan gaat hij denken en dan zegt hij, weet je, je moet je voorstellen een grote sporthal, dat we sport kunnen doen, dat we spelletjes kunnen doen, leuke dingen. En tussendoor kunnen we ook wel lezen en rekenen, zegt hij dan. Maar dat is zijn visie. En hij geeft aan, mijn uitdagingen, die liggen op dat gebied. En dat geldt eigenlijk voor elk kind. Elk kind heeft zijn talenten. En onze job, en zeker mijn job als minister, is te zoeken waar zitten die talenten en hoe kan ik die zo goed mogelijk tot ontwikkeling brengen. En dat maakt er niet uit, want ene is goed in inderdaad wiskunde, en de andere talent ligt op het gebied van koken. En ander talent ligt op het gebied van dingen produceren, dingen maken, technisch. Ja. Al die kinderen moeten eerlijke kansen krijgen. Dus we kunnen het ook niet meer doen met 1 type onderwijs voor alle kinderen. Want dan schakel je dus een aantal van de kinderen al bij voorbaat uit. Geweldige uitdaging is ook de talen. De meeste kinderen spreken thuis hun eigen taal. Het kan zijn San Antonio, maar het is ook misschien Javaans of Hindustaans of Portugees. Maar wij bieden het onderwijs uitsluitend in het Nederlands aan. Het hebben van schoon drinkwater is een recht voor elke burger. De overheid doet er dan ook alles aan om hieraan invulling te geven. Ook in het binnenland is er een luide roep naar gezond drinkwater. Minister Giljo Dodson verzekert in de Nationale Assemblée dat het binnenland prioriteit geniet van de regering. De knelpunten worden ongetwijfeld aangepakt. Wat we direct meenemen in het geheel, mevrouw de voorzitter, is water. We zijn bezig met om te kijken naar de samenwerking dienst-watervoorziening met dienst elektrificatie, waarbij we ervoor zorgen dat de afdeling binnenland eigenlijk dezelfde behandeling krijgt als de stad. En dat is door als al dan niet oppervlaktereinigingssystemen te zetten, oppervlaktewaterreinigingssystemen te zetten of grondwaterreinigingssystemen met 3 stages, waarbij we membraanfilters gaan gebruiken, waarbij we de filtratie door middel van een setteling en ook nog ozon en ook nog chloor injecties kunnen krijgen om ervoor te zorgen dat we goed en betrouwbaar drinkwater hebben. We kennen het probleem ook van koffiekamp, zoals is aangehaald. Ik ben ook zelf met de mensen bezig geweest. We hebben de mensen van SWM zijn een aantal keren daar naartoe uitgerukt. We hebben ook water voorzien. We hebben direct contact met de mensen.
Het probleem van een koffiekan, mevrouw de voorzitter, dat op gezette tijden, en eigenlijk is het een probleem van Brokopondo, ik had het al een keer aangehaald, waarbij de watertafels eigenlijk wijzigen. Het water trekt naar beneden, het trekt weg of het komt aan, waardoor de pompen vaak droog liggen. Bij Nieuw Koffiekamp hebben we de situatie gehad dat de pomp was droog komen te liggen. En dat de pomp is gevallen ongeveer 100 tot 150 meter in die put. Dus dat moeten ze opvissen. Er waren wat technische, bijzonderheden daar. En ik zal weer met directeur Oosterling van SWM, die ons ondersteunt daarin, zal ik dan vragen wat de bijzonderheden zijn, zodat hij me daar ook in dingen. Ik weet niet waar het idee vandaan is gekomen, mevrouw de voorzitter, dat wij geen oog en oor hebben voor het binnenland. Omdat het binnenland high priority heeft bij ons. Er zijn genoeg gevallen waarbij we direct een opheldering hebben gebracht, opklaring hebben gebracht voor bepaalde gebieden. En dat moet gewoon eerlijk worden toegegeven. Daar is geen reden voor ons om over te dokken, et cetera, et cetera. En natuurlijk in de begrotingbehandeling, daar kom ik verder op. Ja, ga ik verder in op de bijzonderheden. U heeft gekeken naar Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.